Dominique, jij een van de drie Nederlanders die als eerste de FA Cup vindt. Hoe voel je je? Ja, dat is natuurlijk heel tof dat je die FA Cup mag pakken. Ja. En ja, daar speel je natuurlijk voor. Je speelt voor de grote prijs en dat je deze prijs mag pakken, dat is natuurlijk wel mooi. Was je aanvankelijk teleurgesteld dat je niet in de startbasis stond? Ja, natuurlijk wil je elke wedstrijd spelen gewoon vanaf begin af aan en ook gewoon deze wedstrijd, FA Cup in het stadion, Wembley Stadion. Ja. Wil je gewoon graag spelen vanaf het begin, dus natuurlijk ben je teleurgesteld. Ja. Maar goed, ik was er lang bij dat ik in heb mogen vallen. Dus, ja. En hoe voelt het dan om op dat heilige gras van Wembley te staan? Ja, we waren gisteren sowieso gaan kijken naar het stadion en ook al op het gras te staan. En denk ik echt, wow, dit stadion is echt zo groot en dat is echt heel tof. Maar het is gewoon echt heel gaaf dat je zo'n stadion mag spelen met zoveel mensen. Ja, dat is gewoon heel tof. En dan zitten er ook nog 32.000 enthousiaste toeschouwers. Echte derby sfeer. Ja, dan denk je echt, waarom kunnen we niet elke week in zo'n stadion spelen? Mm-hmm. Ja. Maar je merkt toch dat het Engelse voetbal, vrouwenvoetbal dan, enorm begint te leven. Ook hier in Engeland. Ja, maar vorig jaar ben ik ook natuurlijk hier geweest toen Chelsea speelde. En toen waren er ook al een nieuw record aan toeschouwersaantal. Ja. Maar ja, als het 32.000 is, dan is het dus nou weer een nieuw record. Ja. Mm-hmm. Doet je dat dan denken aan Canada, de stadions in Canada? Ja, Canada was natuurlijk wel voor mij de eerste ervaring in zo'n groot. Of ja, alhoewel, in Duitsland heb ik één keer ook de bekerfinale gespeeld en dan. Ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan weer. Ja, en nu een heel groot feestje dus na. Ja, ja. Oké, en dan terug op de competitie. Ja, volgende week weer een nieuwe kansen. Oké, dankjewel. Graag gedaan.